Dag dames en heren, goedemorgen. De ijsbaan hier in rode school ligt er strak bij. Maar het ijs is nog wel erg dun. Want de zon schijnt vandaag. En dat betekent dat na een nachtje met vorste temperaturen toch weer boven het vriespunt uitkomen, 4 tot 5 graden. De komende nachten blijft het koud, lichte tot matige vorst. En vanaf zondag wordt het echt koud met temperaturen overdag, maar net even boven het vriespunt uitkomend. en s'nachts matige tot strenge vorst. En dat. Dat betekent dat er wellicht vanaf zondag en volgende week geschaatst kan worden op dit soort ijsbanen en misschien ook wel op wat grotere plassen. Vandaag, prachtige winterdag met heel veel zon. Maar ook een paar wolkjes die overdrijven vanuit het Noordoosten. Temperaturen op de thermometer 3 tot 5 graden. Maar in combinatie met een stevige wind uit het Noordoosten. Windkracht 3 in het noorden en midden van het land. Windkracht 4 in het zuiden. Voelt het aan alsof het vriest vandaag. Dus in ieder geval een dikke jas aan. En vanavond en vannacht is het natuurlijk weer behoorlijk koud. Het gaat gemiddeld een graad of drie vriezen. In het oosten vijf. En vrijdag overdag, ja, dan wordt het een gaatje of drie. Ook dan waait er een stevige noordoostelijke wind, waardoor het voor het gevoel koud is. En dat is ook op zaterdag. En vanaf zondag komt er echt koude lucht binnen vanuit Duitsland. De temperaturen overdag komen maar net boven het vriespunt. En de nachten worden ook behoorlijk koud, met matige en op sommige plaatsen zelfs strenge vorst.